gebeurt niet zo vaak, Fred, dat een tegencoach jou feliciteert, zijn tegenstander feliciteert, vooral voor de tactische aanpak. Ik had een indruk, je wou zeggen, we hebben geprobeerd de sterspelers, de gevaarlijke, te verstikken, vooral in het middenveld. Ja, ik denk dat dat ons redelijk goed gelukt is. Dus van in voorlijn, alleen dat ik zei in de persconferentie, was ik niet zo benauwd, maar ik was vooral benauwd van het voetbal, het vermogen op het middenveld van Eupen. Nummer 19, Masmanidis en Zaglik 28. Plus Le Postelec, die altijd goed in steun loopt. Ik dacht van als we hier gewoon komen spelen, dat we anders spelen aan van het voetbal, dat we misschien wel gingen gaan verzuipen, omdat die mannen toch technisch aardig kunnen voetballen. En ik dacht van, nou kijk, laat ons eens iets proberen, iets verdedigen, dus gaan we spelen en trachten snel uit te komen. Met momenten is dat goed gelukt, maar niet genoeg. Want ik denk als we op het gepaste moment iets zuiverder in de passing zijn, dan we misschien iets meer uit kosten halen vandaag. Maar laten we zeggen dat ik vooral tevreden ben de manier waarop de concentratie, de discipline in balverlies was ronduit schitterend. Alles stond goed. De sterspelers of de sterke spelers van die ploeg hebben we kunnen neutraliseren zonder individueel eraan op te spelen. En dat is een dikke pluim dan bij ploeg toe, want tenslotte hebben we maar een drie, viertal dagen op dat systeem kunnen trainen. En ik moet zeggen dat we op tactisch vlak een serieuze stap vooruit gezet hebben. Neem je dan niet een beetje veel risico dat je de flankverdedigers van de tegenstander dat wel enorm veel mogelijkheden biedt om op te rukken? Dat is natuurlijk het werk van de scouting. Dus we wisten dat die flanken in de voetballen niet zo sterk waren. Dus die mochten wel wat ruimte krijgen. Natuurlijk in het systeem dat wij gespeeld hebben, komt die bal daar op die flanken. Maar voor ons kwam dat goed uit. Die bal mocht absoluut niet centraal komen bij nummer 19, 28, Masmanidis, Zaglik. Die rechtsbak, de Beve, die mocht die bal hebben. Die kan alleen maar lang een bal trappen. En dan op links wisten we dat Kis sowieso niet graag aanvalt. Dus die gasten mochten de bal hebben, dat duurt dan allemaal iets langer. En we hadden tijd genoeg om alles dicht te lopen. En we hebben dat schitterend gedaan. En dat is ook een pluim naar de scouting toe. Dat alles redelijk professioneel gebeurt bij Oostende. Ja. Volgende week weer Antwerp, weer een topper. Koppeleton, Jean-Mick zei, het zijn 6-7 ploegen. Dat is de verdienste van de spelers natuurlijk. Hè. Ze hebben zodanig in de positie gemanoeuvreerd dat we nu een reeks topwedstrijden krijgen. Waarom? Duitslanden zijn goed, tot zeer goed van in het begin van het seizoen. Beter dan verhoopt in principe. En het draait allemaal goed en de spelers hebben vertrouwen, maar in principe is dat de verdienste van de spelers. Wij geven maar bepaalde zaken aan, maar zij moeten het tenslotte uit voor hen oppikken. En dat doen ze op dit moment heel goed. Dus dat is een pluim naar hun toe, dat ze zieder, de spelers zelf manoeuvreren zodanig in een positie dat ze nu weer een topwedstrijd voor een week krijgen. Slotvraag, hoe voelt het om weer voor de afsluiting te staan? Ja, kijk, ik denk... We moeten dat een keer meemaken, dus ik denk dat iedere trainer dat tegenkomt, dat hij een keer achter de dagsluiting, oké, het is natuurlijk een ander gevoel. Je voelt de wedstrijd, oké, je ziet veel beter van in de tribune, maar je voelt de wedstrijd wel beter aan als je daar vooraan staat. En ik heb me al een paar vragen gesteld bij de wedstrijd van vorige week, maar dat ga ik intern houden. Misschien als ik op het veld sta, dan voor tijd te winnen of zo, op het moment dat je ziet dat de ploeg een beetje in elkaar begint te zakken, fysisch, oké, veel jonge gasten die gespeeld hebben. Dat ik dan toch misschien nog de loren erin gooi voor even tijd te winnen en toch dat punt vasthouden. Maar bon, dat zijn ook details, zeg maar, aan beginnende trainer. En we moeten er allemaal uit leren. Maar nu moet je eigenlijk een beetje met van gevoel 3 punten verloren verleden week. Ik kom vandaag een punt pak niet neupen. Maar bon, je mag nooit achteruit kijken in het voetbal. De volgende wedstrijd is altijd het belangrijkste. Wat er gebeurd is, kun je toch niet meer veranderen. Nu zijn we heel content met dat punt. En nu gaan we trachten nog iets gaan talen op Antwerp volgende week. Oké, we spreken vooraf. Bedankt. Dank u.